in Tilburg. Zometeen gaat de 3D-lichtshow van start. En om goed zicht te hebben, ik herhaal het nog eens, dient u allemaal naar achter, aan de achterzijde van de zaal te gaan staan. We hebben mensen uitgenodigd om vanavond de Lokhal te komen bekijken. Een plek in de spoorzone die we gaan transformeren, veranderen naar straks de bibliotheek van Tilburg. De bibliotheek van de toekomst. Maar we wilden graag in ieder geval nog één keer laten zien hoe het was. En voor veel mensen dus een plek waar ze eigenlijk nog nooit zijn geweest. Dat is de afgelopen jaren nu opengesteld. Je kan er nu doorheen, je kan er heen. In deze hallen werden de locomotieven gerepareerd. Er ging ook de lucht in, vandaar dat het ook van die hele hoge hallen zijn gemaakt. De Lokhal zal worden getransformeerd tot een kleine bioscoopzaal en er wordt een 3D-projectie getoond. Een 3D-lichtshow. Het belooft heel spectaculair te gaan worden. We gaan ook de geschiedenis en de toekomst van het gebouw zal in die show tot uiting gaan komen. Ik verheug me erop, ik ben heel erg benieuwd en volgens mij heel veel mensen. Een deel van de hoogte blijft behouden, maar we willen er natuurlijk ook functies inbrengen. Dus de bibliotheek gaat er komen. Maar het wordt op een zodanige manier vormgegeven dat, dat je het gebouw bijna op alle plekken nog kan beleven. Het begint eerst met een goed idee. We krijgen de locatie te zien en de mogelijkheden om te projecteren. En dan moet je iets bedenken. Ik doe het niet alleen, ik doe het met een team met mensen. Onder andere een designer, een art director, een animator, een sound designer. Dus we zijn wel met een man of 7 hierbij bezig geweest. Net iets 4K noemde je? Eigenlijk is het geen 3D lichtshow, het heet eigenlijk projection mapping. 4K dat is voor de liefhebbers van tv kijken de nieuwe standaard. Hè? Mensen hebben nu HD en dat is eigenlijk 2K en 4K dat is dus 4 keer HD. En dat betekent heel scherp. En dat is eigenlijk voor het eerst dat we nu met twee 4K projectoren een projection mapping hebben gedaan.